Welkom vanuit Rotterdam-Zuid. Het is 1 tegen 2 in het huis van de nummer 3. Bekerfinale 2022. PSV tegen Ajax. En een zinderende atmosfeer. Waar de eerste toeschouwers al iets na de klok van 2 uur vanmiddag aankwamen. Met bus en trein. Tunnel open in de Kuip in Rotterdam. Iedereen richting de Dennenappel onder leiding van Danny Makkely. Voor de tweede keer de scheidsrechter van een bekerfinale. Ajax is de koploper in de Eredivisie met 72 punten met nog 5 wedstrijden te gaan. Verdedigde voorsprong van 4 punten ten opzichte van PSV. Maar vandaag gaat het dus om de eerste nationale prijs in 2022. Waar PSV aan het begin van het seizoen beslag legt op de Johan Cruijffschaal. Door Ajax toen dik te verslaan. Dan kijken we naar de opstelling van PSV voor deze finale. Een opstelling die je bijna wel kon uittekenen. Hij kiest voor het sterkste elftal uiteraard Roger Schmid. En in dat sterkste elftal andermaal een positie voor Veerman. Hangend aan de rechterkant. Madueke, daar had men nog een beetje hoop op. Maar heeft het niet gered. Spierblessure, Boskakli, Thomas en Obispo zijn ook niet bij de Eindhovenaren. En dit is de opstelling van Ajax, waar de meest opvallende persoon natuurlijk Maarten Stekelenburg is. Want hij keert terug in de goal. Officieel heeft Onana, zo communiceerde Ten Hag, last van een liesblessure. Maar de positie van de doelman uit Cameroen was redelijk onhoudbaar geworden eigenlijk na die laatste wedstrijd en het interview daarna. Stekelenburg, die zijn laatste wedstrijd keept op 29 augustus tegen Vitesse. 39 inmiddels, keert dan terug in de bekerfinale. Waar hij al 4 keer in Nederland als winnaar van het veld stapte. En misschien ook wel de kriebels en de spanning voelt van een 18-jarige. Max. Sangaré. In duel met zijn evenknie aan de andere kant. Edson Alvarez. Blijft in balbezit. Gakpo weggedraaid. Krijgt hij de bal mee met een beetje mazzel. Lukt dat? En de eerste doelpoging is van PSV. Cody Gakpo. Aaron Winter links. Klaas-Jan Huntelaar daarnaast. Mocht Ajax de beker winnen, zal Aaron Winter trofee gaan uitreiken. Tadic brengt die bal 16 meter gebied in. Uitverdediger van deze. Sangaré er weer tussen. Dat is een nuttige interceptie van Sangaré. Die daar hard wordt aangepakt. En Martinez eroverheen. Die geeft hem zomaar een gooi. Altijd de grens opzoekend. Martinez, zeker in grote wedstrijden. Dit was stevig van Berghuis. Oh, schiet hij vol tegen Sangaré aan. Bal binnengebleven, schitterend. Veerman, hakje in de loop bij Kutsen. Geen buitenspel. Zahavi en Stekelenburg. Te weinig. En zo staat PSV voor, althans voorlopig. Er is twijfel, de vlag gaat omhoog. Alsnog. En dus is het heel, heel close. Het begint met die schitterende hakbal aan de zijlijn van Joey Veerman. Die hem niet alleen binnenhoudt, maar deze aanval op gang helpt. En is het dan wel of niet buitenspel? Dat lijkt het wel te zijn. Maar definitieve zekerheid heb je pas na het lijnenspel. En dat is er al snel, de goal gaat niet door. Masroi. Berghuis helemaal vrij aan de rechterkant. Berghuis 16 meter gebied in. En zijn linker lepelt hem richting Robbie. En dan wordt er ten nauwe nood op verdedigd door PSV. Hier is het echt dreigende moment van Ajax. Gutsen. 4 man om hem heen. Bijna nog met de oplossing, maar dat wordt verhinderd door Martinez, die het daarna ook een aardig vervolg heeft. Zo, Martinez. Hard op Gutsen. Iedereen er weer op af. Daar komt de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die is voor Martinez gevolgd door nog meer opgefokt gedoe. Want het gaat ergens om vanavond in Rotterdam.
Dan komt Ajax in beweging. Hebben ze er drie met Gravenberg en Berghuis. Brobbey, Klaassen is onderweg. Klaassen is onderweg. Daarachter nog Brobbey en Tadic. Tadic en de valpartij weggewoven door Makkeli. Hij wilde niks van weten, Makkeli. Die springt eroverheen. Als het contact er al is, is het minimaal. Spel verlegd door Berghuis. Tadic naar Gravenberg met een beetje ruimte. Gravenberg nog altijd, vindt Klaassen. Gravenberg, vrije schietkans en de goal voor Ajax. Ryan Gravenberg in de 23e minuut. Maandje geleden gepasseerd bij Ajax. Gepasseerd voor het Nederlands elftal. Nu de vroege hoofdrolspeler in de bekerfinale. Sterk gedaan door op de been te blijven. De combinatie te zoeken, de aanname is geweldig. En het afronden, dat mag er ook zijn. Openingsfase voor PSV. De openingsgoal in deze wedstrijd voor Ajax. Voorzet van Blind, Klaassen en daarachter nog Brobbey, maar die krijgt hem niet binnen de palen. Hij er al dichtbij en daarna nog de spits van Ajax naar die lepe voorzet. Licht geschampt misschien wel door Klaassen. Veerman. Mauro Junior in de loop bij Mario Götze, goed meegenomen, maar dan past het balletje richting Gakpo net niet. Gravenberg. Klaassen richting Tadic. Brobbey is mee. Tadic laat hem eerst stuiteren en wordt dan aangepakt door deze. Weer iedereen richting Makkeli. Weer overspannen gedoe. Gestrekt been. Gevaarlijk inkomen van deze, dat absoluut. Een zonovergoten dag, dat lijkt het altijd wel te zijn bij de bekerfinale in de Kuip. Sinds 1989 wordt de eindstrijd hier afgewerkt. Tadic weer opgelapt. Mauro Junior kan naar binnen snijden. Krijgt te maken met Blind. Mauro heeft natuurlijk wel een dribbel in de benen. Götze. Sangaré. Van afstand bal licht getoucheerd, maar geen problemen voor Maarten Stekelenburg. Tadic. Klaassen, ineens met ruimte. Klaassen, Mazraoui. Schot van Mazraoui en weer schiet hij hem binnen. Zoals hij dat in Eindhoven deed. En zo komt Ajax op een 2-0 voorsprong. Vlak voor rust. Niet zo spectaculair als die goal in Eindhoven. Maar hetzelfde resultaat. En het doelpunt gaat niet door. Het blijft 1-0. Treffer van Mazraoui, geannuleerd. Buitenspel. Daar, met de hak Dusan Tadic op het moment dat de bal zijn kant op gaat in de aanloop naar het doelpunt dus. Gakpo, Blind ertussen. Via Veerman alsnog naar de zijkant. Götze, sterke eerste helft afgewerkt, Mario Götze hier gevloerd. Overleg Mauro Junior, Gakpo voor deze vrije schop. Aanvoerder van PSV richting Sangaré en daarachter de gelijkmaker Gutierrez maakt hem. Het is 1-1. Vroeg in de tweede helft. Het doelpunt van de Mexicaan. Uit de standaard situatie. Vroeg in de tweede helft dus. Even kijken of alles correct is. Dat is de vraag wie die bal gaat verlengen uiteindelijk. Sangaré geen buitenspel op het moment dat die bal van de voet van Gakpo vertrok. Dus zal dit doelpunt blijven staan. Geen kans voor Stekelenburg. Gakpo kan die bal heel gemakkelijk onderscheppen. Zwakke bal van Martinez. Gakpo. Alvarez glijdt weg. Cody Gakpo en gelijk raak.
2-1 PSV. Binnen een minuut draaide Eindhoven naar het op. Doelpunt ingeleid door een wat laconieke crosspaas van Lisandro Martinez. Onderschept door Gakpo. En via een individuele actie van de aanvoerder van PSV, de Eindhovenaar op voorsprong. Zonder druk, zomaar op de borst van Gakpo. En daar begint hij aan zijn demarrage en vervolgens de droge knal. Haaks geschoten uit de heup. Fraaie goal. Ook hier, grote dosis intelligentie. Vrolijkheid aan de linkerkant nu van het stadion. Tadic. Brobbey in het 16 meter gebied. Brobbey legt hem klaar en zo is het 2-2. Klaassen nu. Wat gaat het hard in de tweede helft. En wat wordt Brobbey hier in zijn kracht gebruikt. En de goals van Davy Klaassen zijn eigenlijk altijd belangrijk. Tadic. En dan Brobbey. En wordt het pad eindelijk groot. Oh, die staat buitenspel. Met zijn hak staat Brobbey hier buitenspel. Dan denk ik dat PSV met 2-1 blijft voorstaan. Daar is het oordeel van Makkeli. PSV houdt die 2-1 voorsprong. Derde geannuleerde treffer deze avond. De finale van minimale verschillen. Van decimeters. Maar ook een finale die zich ontvouwt als een spektakelstuk. Mazraoui er vandoor aan de rechterkant. Gakpo ook mee verdedigen. Mazraoui heeft hem nog altijd richting Brobbey, Mauro. Tadic, controle, Tadic. En binnenkant paal. Berghuis. En gevaar weg. Uithaal van Dusan Tadic buiten bereik van een Mvogo. De paal staat hier de 2-2 in de weg. Cody Gakpo. Die kan niet verder. Gakpo moet eraf. Doan en Bruma komen in de ploeg. Veerman is de andere wissel bij PSV. Tadic met de vrije schop. Haller is voorin te vinden. Bal klaargelegd voor Klaassen. Terugleggen. En Mvogo met de reflex voorkomt de 2-2. Dat is een cruciale redding van de PSV-doelman. Berghuis nog. Inzet van Schuurs. Op de voet van Mvogo. Bruma. Doan. Zahavi buitenom. Doan binnendoor. Bruma! Jaagt hem naast. Kans om het te beslissen voor PSV. Maar een levendige invalbeurt van Bruma. Klaassen eraf, Iataren binnen de lijnen. Zijn debuut in Ajax 1 in de bekerfinale. Kudus voor Berghuis. Sangaré. Zo snel mogelijk richting Vertessen. Afvallende bal is voor Götze. Hier is Vertessen. Zoekt het geluk. Vertessen met deze dribbel. En ook op de paal. Drie goals, drie afgekeurde goals. Aan beide kanten de paal geraakt. De mooiste finale in jaren. Deze PSV Ajax. Vertessen er alweer af. Invallen, de paal raken. Het is bijna in de slotgooi voor PSV. En dan met een blessure er weer af. Dat is de finale van Jorbe Vertessen. Gravenberg probeert de bal erin te pompen, maar daar staat nu een extra kopper met Van Ginkel. Maakt Kudus een knullig rens, maar is een voordeel voor PSV met Bruma. Bruma versnelt en schiet er voorlangs. En Mvogo. Götze, een van de uitblinkers bij PSV met Sangaré en Gakpo. En daar een eindsignaal van Makkeli. PSV, de beste in een schitterende finale van 2022. Waar de nummers 2 en 1 van de Eredivisie er een schitterend spektakel van maakten. En de ontlading bij Roger Schmid gigantisch is. Want eindelijk
de hoofdprijs waar hij naar smacht in zijn tweede jaar. Heeft hij hem te pakken? PSV dat waanzinnige veerkracht toont na de slijtageslag van donderdag. En op het tandvlees die overwinning eruit trekt tegen Ajax. Guus Hiddink reikt die prijs uit aan de huidige aanvoerder van PSV. Die is er echt helemaal klaar voor. En met hem heel Eindhoven om die prijs te vieren. Toto KNVB Beker 2021-2022 is voor PSV uit Eindhoven. De 10e uit de clubgeschiedenis. En zeker een van de mooiste.